De regering heeft 2 tractoren ter beschikking gesteld aan het district Brokopondo. Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gelooft dat hiermee de landbouw in het gebied zich beter zal ontwikkelen. De tractoren zullen volgens hem zorgen voor een verlichting voor de vrouwen en jongeren in het district die het meest actief zijn op de landbouwgronden. Seudin geeft aan dat er ook met het traditioneel gezag is afgesproken hoe het dorp Victoria in het district tot ontwikkeling kan worden gebracht. Maar dit is al een goed begin. De eerste machines zijn er al en we gaan richting, en ieder kiest ervoor, richting mechanisatie, mechanische landbouw. En we gaan die kant uit. Daarmee hebben we antwoord gegeven op onze arbeidsproblematiek. Het zijn tekorten arbeiders. Door die mechanisatie kun je grootschalig bezig zijn. Dan gaat je kostprijs omlaag. En daarmee wil ook de producten voor de consument goedkoop maken. Ten derde, door die grootschaligheid kun je dan ook een stukje industrie in het leven roepen. Want als je geen producten hebt, ga je ook niet kunnen verwerken. Zelfs maar zaken die dan meeneemt. Dus die eerste stap is daartoe gezet. En ik hoop dat hiermee, als wij de plannen die we hebben gemaakt, over 2 jaar, 3 jaar, gaat Brokopondo een totaal ander gezicht hebben. Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo haalde aan dat met deze donatie er een nieuw tijdperk voor het district is aangebroken. Hij meent dat Brokopondo nu moet gaan produceren. Hij vindt ook dat samenbundeling nodig is, zodat het district kan bijdragen om Suriname tot een voedselschuur te maken. Was ook een krachtie. We beginnen ook salanti abina district. En voor ja, van ik familie sabi, dat lanti lai walo orokoma ina district. If de spuku of de ne spuku, was ook pedende, dan gaan we ze inzetten. De tractoren die ter beschikking van het district Brokopondo zijn gesteld, zijn door China geschonken aan Suriname.